Zwartvissers. 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 Kom op. Visklub de Zwartvissers. Zo, zet op dat ding. Lappen aflappen doen nog. Ja. Huh? Oh, zo. Zit er alles op, zo? Ja, dan gaan we morgen. Hoe we reclame maken voor dat? Mag even die auto trekken. Ja, want hij heeft alles aan voor het de ranger. Hoeveel paar Nederland? Nou, op het ogenblik heb ik er 38.000. De vier voor de wit. Wat dacht je ervan, Bonanza? Ja. En die had de buurt met een hand, ja, hè? Zit mee de boekhouding, maar. Ja, kom hier maar aan. Hé, je kunt aan brieven, jongen. 7 uur. Het is een lange zoonbuur, doe maar vis. Zoonbuur. Nee, vis. Ja, normaal is het de warme groepen. Good evening, we've come from Dallas. Betreft hem, hij heeft ook nog Lübeck nog. Ze hebben ook nog aan deze kant zitten. Goedenavond, goedenavond. Dat is Gerard van de watervoorziening. Waterkeet. Met je wind, dan trekt je rommel aan de kant aan, jongens. Kijk. In Engeland. Ah, hier mooi. Kijk, jongen. En eentje verder op. Hier. Wat doen we er alweer af? Lukt, denk je? Ja, maar. Met lukken. Moet maar even bremmen. Oh, dat is een ooitje van een stuk ook aan zitten. Dat moet er eerst op. Ik denk, hoe is dat toch? Hé? Ja, nog een golden stuk. Nog wat geleerd, hè? Dan moet het niet worden. Dat is arm, hè? Ja. Ja, dat is een kabel. Ja. Welke Klink? Harry Klink, Torres. Harry. Torres. Oh, bijgenaamd Torres. Jezus, kerk. Wat dit? Dat is de watervoorziening. Blijf je daar staan. Jo. Jan de Spakvisser. Spakvisser. Hoi. Salem Zouloer. De rijkste boer van Wietem. Wie is dat? Transportondernemer Krevel. Gaat ook nog beter. Wat verdomme. Rustig, hè? Johan Onderdijk. Malig kastelein maar wieten. Ik heb beet. Verlopen kastelein daar. Verlopen kastelein, ja. Nou, kijk eens even, joh. Ja. Hallo. Ja, nog even kijken. Ga jij pakken? Een verrekt woestje weer. Geen band die daar wel een schurkje, hè? Hoe heet het eigenlijk? Sammy. 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 Ga omhoog, Sammy. Kijk naar de blauwe lucht. Dan weten ze het wel in de... Een keer komt wel in de Elsa boren. Hier een verse vissen met me. Hier nog een keer bezig. Dat is wel goed, hè? Nou, dat weet ik niet. Er zit toch wel wat bij? Ja, maar. Dan zeg je bij me met die al die verse gauw af. Net ook, dat ging ik onder. Ik denk, oh, hij giet nacht wel een keer. Ja, ik kloot niet. Kijk eens, kijk eens. Probeert maar. Hé, wat vang je aan daar? Ja, 4. 4? Schandalig. En binnen de tijd? Ja. Ja, Oh, dat kan nog wel even, hè? Wow, straks is plek. Wow. Je bent even boersgang en mijn werp in de hand. Kijk het er wel op Jan dan. Schuur gaat 5 tappies, 5 centimeter de biel bij. Ja, weet goed. Je wel, hè? Ja, goed. Dan maak ik er 7 centimeter bij. Oh, zeker weten. Dan wil je hem erop meer in de biel zetten. Hé? Nee, ik heb 3 van Neeboer. Wonderwarm, ik ga er weer in halen. Ik heb met het brood. Haal hem dan. Wat? Nee, wat? Ik heb nog geen bier daar. Ik heb geen bier gezien. Die vraagt alleen nog maar 14 centimeter. Verdamme, ik ga maar aan die kleine ding. Ik weet dat ze jullie bij hebben. Ik heb zelf ook een rode kooi, broer. Die heb ik trouwens van u. Toen je de grootste vis opgezet hem. Toen ben je weer de laden. Je kunt die golf wat water nog eens zien, Jan. Zeg je? Die golf wat water kan nog eens zien. Waar dan? Ja, wat man. 60. Van een kanjer. Hoe lang was je? 27. Oh. Ik luister, hè? Wie zet dat? Bill Kaps? Bill Kaps? Je ziet het onder weer. We zijn vandaag aan het vissen geweest. Ben je naar vissen geweest, hoor, of niet? Ik niet. Nee, maar ik vis nooit. Nee? Van de prairie. De prairiewolf. Weet je wat er bang was? Ja, nou jongen. We willen meter. Zijn er al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14. Ik ben er 16 vissen daarvan. 16 vissen daarvan? Ja. Rek maar uit onder $100. Dat is meer. Dat gebeurt toch? Had er geen woorden meer, ja, had ik moeten volgen. Maar voor zo'n... Een beetje vuur aan het verwerken, hè? Ja, een kleine studie van ons. Gaan we ook voer? Wat? Voer? Hoe laat hij? Als je zo niet wil vreten, dan krijg je. Nee, dat is niet uit. Dat is een jiggy heen. En dan komt wat aan het doen. Dat goed. Je landen weer bij me. Dat goed. Jongen, als je daar helemaal niks van kan, dan kan je mooi achterover zakken. Het geluid er ook bij, hè? No? Waar? Ja? Misschien laat. Vieze gasten, die is puur. Er is nog niks. Stuur mij van een zwerfje. Of is het een geleefmiddel? Je hebt nou van de leuze maar op de aanhaling. Stop. Kom ons water in. Ik kan kwamen worden, hè? Ik heb hier ondervonden, dit niks. Voor de tussen die onder is, dit met nog... Dat maak je een portret van Paul Veldman. Categorie. Hoi. Trek de broek eens iets bij, Paul. Paul, trek de broek vandaag van zijn mutsen af. Oh, die hoed! Hé, hoe hoed, joh! Je moeder! Maar rent goed, joh! Hengeluut! 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 Ik heb natte voet, jongens. Poei. Hé? Hey? Weer een mannetje in het rek? Ja, goed. Ja? Tuurlijk. Kom zo weer. Ja, maar gooi hem mee. Gooi hem mee met, ja? Ja, is goed. Ja? Tuurlijk. Altijd hip. Spot even, Jos. Spot even. Stuur, nou dat ben ik helemaal alleen zelf. Alle vissers hartelijk bedanken voor de gezellige en sportieve manier waarop er gevist is. Ik heb één negatief ding, daar wil ik ook nog even bij vertellen. Ik vind het jammer dat we de eerste twee keer met 8 of 9 of 10 man gevist hebben. Ja, nee. Wij bestelden hier ook voor 15 man, ik vind het echt jammer, want het moet wel betaald worden. We hebben hier een paar keer met 10 man gevist, nou, dat vind ik wel niet zo wat negatief. Dat moet volgend jaar wel anders worden. Volgend jaar komt er een tientje boete op, wie niet komt. Er zijn enkele uitzonderingen bij, Arie, die kon niet, die was ziek. Dat ervaren we ook gewoon. Ik vind het misschien ook wel die werken moest, maar het is, ik vind het ergens jammer. En ik wil in de opdracht namens de club Tonnie Vosman nog bedanken voor al die jaren dat we hier geweest zijn. Het was uitstekend, daar moet ik echt bij vertellen. Maar ik wil er wel even bij zeggen, je hebt nu een paar nieuwe mensen hier. Die heb je een beetje een opleiding gehad. Nou, ik weet zeker, je hebt hartstikke goede dag. Was die doet misschien nog wat verder als u. En ik wil dat niet zo vervelen laten gaan. Ik wil graag hebben als Riedijk naar voren komt. Oh, is het niks voor mij? Nee? Nee, maar. Dat is wel een goede beeld, hè? Ja? Namens alle vissers hartelijk bedanken voor de gezelligheid, wat we hier doorgebracht hebben. Voor de lekkere hapjes. Het was allemaal uitstekend verzorgd. Ik hoop dat we het nog jaren hier mogen doen. Ik heb het. Dus namens alle vissers, waar ik hier aan doe, heb ik zo. Ik vind het hartstikke mooi, iedereen. Hartelijk dank. Mag je wel even door de week. Nou, dan gaan we daar verder met de prijsuitreiking. En voordat we zover gaan, wil ik ook eerst alle mensen hartelijk bedanken die ervoor gezorgd hebben dat we een mooie prijzenkast hebben. Ik wil best, ik vind het echt voor die prijs wel een leuke prijs. En dan wil ik er wel een paar over. Dan zijn er dingen, Robbie van Krevel, dat is Henk de Schuurman, dat was Mulder, uit de helft de laag, Tony een bekertje, Rietjes een beker, de mensen hier achter het buffet, een prachtige dekkerradio. Mag u hier helemaal klappen hoor. En de hoofdprijs weer van Scheffer, de radio. En dan gaan we dan nu over naar de prijsuitreiking. Tonnie Vosman die was vorig jaar de kampioen. Hij heeft helaas maar 1 keer meegevist. Hij heeft zich uitstekend verdedigd. Mag ik wel zeggen, hij heeft het net niet kunnen redden. Nummer 1 is geworden Jan Scheffer. Hey. Jan, van harte gefeliciteerd. Het is ook wat niet gegund, maar als hij er is, ik heb er nog een beetje bij. Dus de herinneringsdeken die mag je houden. Alsjeblieft. Kusje, kusje. Wij zijn zoek. Wij zijn het doen. Ja, ze doen. Zo, bedankt. En als tweede is dan de oud-kampioen van vorig jaar, Tonnie Vosman met 89 centimeter. Geef me een honderd beker in, of? Een honderd beker. Tonnie, nou, ik kies niet, joh. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel, hoor. Onder je tafel, ga ik ook niet, hè? Tony, hier is een van de Keurtje nog. Ja, heel wel. Alsjeblieft. Bedankt voor het zitten. Bedankt voor die mooie woorden. Ja. En dan als derde Het is niet anders, maar ik weet zelf wel. Gefeliciteerd. Wel, ik zet even die wekker uit, maar ik had u slecht wakker wel. Oké. En dan is als nummer 4 Johan Onderdijk met 51 centimeter. Ik ga je wacht nu aan. Johan, van harte gefeliciteerd. Jij bedankt. Bedankt. Als nummer 5 Riedijk. 47 centimeter. Even toestaan. Ja. Mag de duurste week. Dit is de duurste. Het is de week. Ja. Dat hoort mee. Dit is alleen niet. Hier wordt nog bij. Ja hoor. Nummer 6, Jos Satink met 30 centimeter. Dat heb je. Dat vergeet ik al. Wie zit erop? Nummer 7, Wim Klink met 23 centimeter. Ja, dankjewel. Neem de zon maar mee. Nummer 8, Robbie van Krevel met 15 centimeter. En dan nummer 9, Frits van Dam met 14 centimeter. Nou, dan heb ik nummer 10, 11, 12, 13 en 14 allemaal met 0 centimeter. Dan heb ik hier zelf die kaarten en wie de hoogste trekt, die mag het eerste kiezen. En dat is Harry Brietjes, Gerard Poppen, Wim Onderdijk, Harry Klink. En ik heb Gerard Vien er ook nog bij op staan, daar heb ik dat weer betaald. Dan ben ik de geld nog wel weer buren van hem dan. Maar dan ben ik als laatste kiezen. Maar dan heb ik ook die 4 man. 4 man, die 4 mensen nemen naar voren want hoor. Ik trek hier over. Ik heb niet aan kijken, hè? Ik heb een kopgroep! Ik ben wel kom. Jong is mij. Nou, laat maar zien. Nou, jullie rugby. Dat vrouwen. Dat vrouwen. Gooi even eruit hoor. Gooi je Jan Onderdijk. Hier krijg ik weer aan. Ja. Kan ik er geen hoe uit, zeg maar. Ik heb hem morgen weg. Ik wou een goede keuze leggen. Ik weet dat ik niet. Dat is moeding. Dit is de moeding. Als de allerlaatste is, wil ik onze beter even naar voren. Hij kan goed zwemmen. Ik vind het prachtig dat je het werk van die overgenomen hebt. Ja. En zweffen kun je ook, dat heb ik ook gezien. Ja, dat maakt zien. Dat ging geweldig. Ja. En het is maar een kleinigheid die. Maar... Ja. Dank u wel. Iets uit de terug, Henk. Ik ga nog wel eens uit de. Nou, kom op met die film, visjes is hier op.